In de week van 15 oktober 2012 werd het feit herdacht dat het Ichtus Lyceum in Driehuis 40 jaar bestond. De hele week stond al in het teken van diverse festiviteiten en activiteiten. En op deze dag zou de sponsorloop worden gehouden. Het was wel wat regenachtig, maar desondanks kon alles gewoon doorgang vinden. Om 12:30 begeven alle leerlingen zich naar buiten. Onze school bestaat 40 jaar en in die tijd zijn er 3 verschillende logo's en vlaggen geweest. Op spectaculaire wijze worden de 3 verschillende vlaggen van de school tevoorschijn gehaald en gehesen. Ondertussen is Simone Verpeur uit 6 VWO, onze oudste leerling, aan, denk ik, de afdaling begonnen met vlag 2. Kijk, vlag nummer 1 hangt in top. Pauze Florian. Hij is de aanvoerder van dit klimteam. En we hebben 40 jaar Ichtus Lyceum. Dan is het tijd dat alle leerlingen de ringtones van hun mobieltje laten horen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Het resultaat valt een beetje tegen. De optocht door Driehuis gaat van start. Het gaat richting de atletiekbaan van Suomi, waar de sponsorloop zal worden gehouden. San Francisco, be sure to... Aan de leerlingen was gevraagd in Flower Power kleding te komen. En dat hadden velen gedaan, ook de leerkrachten. Be sure to wear
was de bedoeling dat de leerlingen in groepjes per klas zouden starten. Maar gezien het onaangename weer is besloten alle groepen min of meer tegelijkertijd van start te laten gaan. Het grote aantal deelnemers zorgt wel voor stagnatie bij de stempelpost. Ook voor de warming-up is gezorgd. Rond 2 uur is het evenement afgelopen en gaan de leerlingen weer naar school terug.